De moeder van Mini Shetland Pony Pops overleed bij de geboorte en met een pleeg-Shetlandmoeder klikte het niet. Dus voeden Laetitia en Siska uit Rittem Pops nu met de fles op. De moeder is bij de geboorte overleden. En toen hebben ze het nog geprobeerd met een andere merrie, maar dat is niks geworden. En moest toch een oplossing voorkomen. En meestal redden van die kleine veulentjes niet, maar deze kon hier ondergebracht worden en namen wij de verzorging op ons. Dus dag en nacht. En dan geven wij de fles elke 2 uur aan Pops, ja. Pops krijgt iedere 2 uur de fles. Dus de pleegmoeders wonen nu praktisch bij het veulen. De bedden staan ook in de schuur. Ik slaap hier ook echt in de schuur. Want moet iedereen er 2 uur uit. Ja. Is zo'n mini Shetland pony veulen nu schattiger dan een gewoon veulen? Dat is wel schattiger als ze zo klein ja, zijn. Ja, het is wel schattiger. En het is natuurlijk ja, ook ja, gewoon uniek om mee te maken dat je... Zo'n kleintje. De droom van ieder tienermeisje om natuurlijk een veulentje met de fles groot te brengen. Ja. En eigenlijk heb je dat gewoon bijna nooit. Maar alle veulen zijn natuurlijk even leuk.